Aftredende minister Saskia Walden is bezig met de politie om een onderzoek te verrichten naar alle fake accounts met haar naam op social media. Ze legt uit dat de berichten over de reden van haar vertrek als minister, die zijn gedeeld op Facebook, niet van haar afkomstig zijn. Sinds haar aantreden als minister in 2020 worden er fake accounts met haar naam aangemaakt, meent de ex-bewindsvrouw. Er zijn heel veel fake accounts in mijn naam gemaakt. Dat vond ik wel een tegenvaller. En meestal maakt iemand een fake account omdat die persoon een bericht wil lanceren die zij zelf willen aangeven zonder met mij af te stemmen. En ik begreep inderdaad dat er gisteren alweer een fake account is aangemaakt in mijn naam. Daarvoor waren er ook fake accounts van mensen die leningen aanbieden aan anderen en mensen proberen op te lichten. Dus ik ben ook nog met de politie bezig, met mijn beveiliging, om te kijken van hoe kunnen we op een versnelde manier die fake accounts eruit halen. We doen natuurlijk op Facebook aanmeldingen, op LinkedIn zijn er ook fake accounts. Ik heb ook mijn eigen account op social media, maar er zijn meerdere met mijn naam. En ik zou zeggen van laat ons Surinamers, laat ons een positieve instelling hebben. Walden geeft verder aan dat ze een goede samenwerking heeft gehad met regering Santokki Brunswijk. Ze is president Santokki zeer erkentelijk dat hij haar tijdens de verkiezingscampagnes heeft geïnspireerd om als vrouwelijke accountant een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het land. Ik heb in verschillende hoedanigheden bijgedragen aan de politieke campagne toen. Ik ben ook in het antifraudecomité geweest al voor de verkiezingen. En ik heb ook daar mogen helpen bijdragen aan eerlijke en oprechte en transparante verkiezingen. Dus ik ben de president toch wel erkentelijk voor de gelegenheid mij geboden dat ik mijn kennis en kunde mag bijdragen. En ook voor de ervaring die ik heb mogen opdoen. Ik heb achter de schermen mogen kijken hoe zaken verlopen. Ik heb in de spotlight mogen zijn. En ik dank de president daarvoor. Saskia Walden hoopt dat de gemeenschap samen met de regering inspanningen zal verrichten om met z'n allen aan een betere Suriname te werken.